Bubbly. Ja, hebben jullie trek? Trek? Wat bedoel je? Wat heb jij dan? Halleluja, dat is ook niet. Hebben jij? We moeten even de zwembadje even leeg scheppen. En de boot. Ja, en de boot. Maar welke ga je eerst doen? De boot. Zwembad. Oké. Okay. Ja, de zwembad is de boot. Of welke ga je eerst doen? Nou, ik doe eerst deze. Oké. Okay. Deze is al makkelijk, want hier hebben we deze grote lepel voor. En daarmee kan je heel makkelijk... Een grote zoetlepel, ja. Kan je heel makkelijk zo in één keer ja. Heel goed die boot leeg scheppen. Want toen heb je één regen bij en deze staat onder water. Wat is er met jou aan de hand? Je bent gewoon bij je vader, hoor. Of ja. Moeder, weet ik veel. Gewoon herrie. Maar ze is altijd, hè. Die maakt altijd herrie. Ik heb altijd honger. Ja. Die ouders zijn ook niet bij dan. Of hij mist zijn broertjes en zijn zusjes. Ja, die zijn er niet meer. Nee. Alles is opgegeten of weg. Ja, of weg, ja. Je ligt een duivenveer. Ja. Heel gevaarlijk werk. Ja. Als ik nu wegzak, Dan is het in water. Daar heb ik geen zin in. Ik moet vandaag even. En hier in het zwembad ligt ook nog alles, hè? Ja. Okay. Het lijkt net als een binnenband, een auto. Ja. Je kan ook met die lepel. Je kan toch steken omhoog en zo dan. Nee, dan gaat heel het zwembad toch leeg. Oh, oké. Okay. Maar ik bedoel die deken. Ja, die deken, ja. Niet in het zwembad. Ja, maar dit is toch ook zo? Oh. Nee. Nou, dat wordt nog een... Dat wordt nog niks. Want ik zal eventjes... Ik pak even die gieter hier. Hup, daar die gieter. Dit wordt niks als je dat met die lepel doet. Nee. Het gaat uren duren. Kijk eens naar die gieter. Zo. Daarmee... Neem die matten, dat je niet uitglijdt. Nee, want die worden echt spekglad. We hebben een planten. Voor het geval als ze tekort hebben. Ondanks dat er is heel veel water gevallen. Ja, dus ik denk het niet. Nee, nou, dan doe je het in de vijver. Daar is altijd tekort. Ja, daar ligt toch wel de helft van regenwater. Goed bezig. Nou, en de laatste. Onder zit water, dus het lijkt dat hij vol zit. Ja, maar dat is niet. Maar dat is het water. Misschien, weet je wat ik denk? Nou? Je schept gewoon steeds het water uit het water van het zwembad. Ja! Dat is het. Hij moet eigenlijk omhoog, er moet eigenlijk iets in. Ja, maar kijk, hij zit ook helemaal vastgeplakt. Kijk. Ja. Eigenlijk moet er wat inzetten, zodat het water meer... Ja, nu wordt meer. Ja. Het is eigenlijk... Ja. Ja. De. Nou ja. We gaan. Ik had nog iets van Marco gekregen, dus we gaan even naar boven. Marco? Ja, Marco. Ik heb het niet ingevuld. Ik heb geen zin, dat is water van het zwembad. Nee, zo, tenminste uit. Ja, dat komt weer nieuw. Oh ja. Ja. Oké, laat maar zitten. Kom, ik loop even mee. We gaan naar boven. Ja. Nou, dames, nog wat knabbelen. Ja. Wat is het eigenlijk? Nee, dit zijn eigenlijk knaasteen zoals ze dat daar ook hebben. Alleen deze zijn wat groter. Oh ja, ze doen hout aan. Ja, hout, en lekkere dingetjes en zo. En dat andere is eigenlijk vuursteen. Kinderslot. Ja, dus. Pak even schaar. Ja, schaar erbij. Ja. Oh ja, een vaste aan de kant. Oké. Dat is één. Even kijken hoe dit werkt. Wow. Daar heb je buiten gestormd. En die moet je gewoon ophangen, denk ik. Even kijken, hoe dan? Ja, gewoon boven je kooi. Gewoon met een touwtje en dan... Knoopje, denk ik? Ik denk een knoopje, ja. Maar is het toch kapot, dit? Nee, we gaan het zien. Ja, als het goed is, kunnen ze niet bij. Zien we het... Ja,
Ja, ze begint al gelijk te kragen. Ja. Even kijken hoor, dan gaat ze natuurlijk een touwtje knabbelen. Zit ik je? Ja, kom aan. Lekker. Kom aan. Nou, moet je even vastmaken dan. Ja, even kijken of ze erbij kan inderdaad. Ja, kijk eens eventjes. Het onderste is een wilgetakje. Ja, een wilgetakje. Even kijken hoor, dan moet je die, dan ga je die eens maar even ophangen. Dan kan ze daar nog bij. En nu, daar komt het, hè? Nou zie ik het. Ja. Moet ik even helpen? Ja, graag. Oké, okay, kom even helpen. Zo. Wat dacht je van dit? Mis? Laat maar, ze komt vanzelf wel. Oké. Okay. Gaan we nu die volgende doen? We hebben twee konijnen. Ja. Voor beide dames lekker snoep. Deze eerst even afhalen. Nee, ik kan gewoon een keer anders snoepen. Ik heb vast. Kijk, ik niet. Ja. Wacht even. Moet ik dit doen? Hier zo. Zit ik ook één vers hier? Oh wow. Ja, dan moet ik daar. Ja, die kun je op zelf niet bovenop hangen. Oh, lekker, wat is dat dan? Ja. Lekker hè? Kijk hoe dat zou zitten. Zo. Ja, en dan een lusje erin halen. Heel goed. En dan die doortrekken. En dan die doortrekken. Volgens mij zit hij wel goed. Het is niet echt het knopje zoals jij hem had. Sophie! Zo, volgens mij zit hij jou. Ja. Ja. Jij bent een mooie, hè? Een mooie moeder was je ook. Goede moeder. Ja, goede moeder, hè? En dat komt nog ineens. Oké, okay, nou. Super. Hoi. Hallo. Konijnen klaar. Yes. Was ik afgelopen week op de clubavond en er kwam Marco langs. Okay. En Marco die heeft gezien dat jij nog wel regelmatig met Playmobil speelt en met paarden. Dus die kwam nog met dit doosje. Thank you. Thank you. Ja, je staat moet even, Playmobil, ja, staat Playmobil op. Je moet maar even kijken wat hij heeft. Oh, balk. Kijk, en ponies. Oh, die zijn echt leuk. En dan kan je overheen een springen. Balk. En een mooie. Wat is dat? Wat is dat? Een rosette. Ja, alleen zit geen hoofdstel bij. Oké. Okay. Kijk, maar die kan je dus inprikken, denk ik. Daar. Nee, oh nee. Die kan je die lijntjes kunnen rijden, ja. En die zo. Nou, wel lief, hè? Zo. Kijk, heb je daar. Denk je rechtop, maar zet het niet. Nee, is dit goed? Oh zo, oh ja, oh ja. Is dit goed? Zo. Kijk, volgens mij. Kijk. Kun je het op elkaar klikken? Oh ja, oké. Okay. Want kijk, hier heb je dus een inampje. Dat kan je niet super goed zien op de camera. Ja. Maar als je bij ons gaat kijken, wel. Mm-hmm. Wacht, dan moet je even... Het is natuurlijk al iets ouder laten zien, want het zadel zit er al op. En dat heb je niet. Kijk. Kijk, leuk. En dan heb je gewoon zo... Nou, dan hadden we natuurlijk vorige week hadden we ook al die zakjes gekocht. Ja, deze. Ja, die hebben we ook niet opengemaakt. Dat kunnen we gelijk maar even doen. Ja, doe deze even weer dicht. Doe je die bij elkaar houden zo, ja. En die kan je dan bij je spirit... Ja, verzameling. Verzameling doen. Allemaal ponies en paarden. Leuk. Ja, ik ben wel blij, want ponies, dit zijn ook paarden. Ik heb nog helemaal geen ponies. Oh, jij hebt nog helemaal geen ponies. Dus nou, behalve leuk. Een ezel. Ja. Meneer Bottletjes, maar... Dus moet je ook knippen zo te zien. Ja. Doe ik een beetje onder, want meestal zeggen ze dat neer, maar dan zit daar helemaal nog vlak gelijk. Dus waar die dicht wordt gemaakt. Ja, ik ben benieuwd. Ja, dan kan je daar doen. Paard? Een pony, paard. Ja, ik weet het. Een middenmaatje. Ja, dat is een beetje... Oké. Okay. Oké. Okay. Zo, groot tuig, joh. Normaal. De poppetjes zijn eigenlijk zo groot een beetje, hè, die kindjes. Ja. Het zijn gewoon kindjes. Die even openmaken. Wel blij als schaap. Nee. Oh. Knip niet in mijn haar, alsjeblieft. Ik doe je niks aan. Waarom knip je mijn haar? Ik knip al eens in je haar. Zo. Kijk, een heel mooi koffertje. Ja. Zo. Okay. Zo'n koffertje had ik nog niet. En ja. Nee. Ik heb. Zal ik iets langer maken? Dan kunnen we hem langer kijken. Zo. Cap, zo. Oh ja, oké, okay, ja. Een soort capie? Ja, een soort van. Het is niet helemaal een cap.
Even kijken. Er zitten hier namelijk heel veel extra dingen bij. Die je op de hebben ze een nieuw ding bedacht of zo? Mooi, hè? Kijk, dit voelt echt heel ander materiaal. Kijk. Ja, een beetje elastiekachtig. Ja, ik weet niet wat het voor materiaal dat is. Grappig materiaal wel. Maar ik denk wel dat het heel snel kapot gaat. Oké, nou ja. Dus dan moet zo deze teugel zo te zien of zoiets. Kijk naar het plaatje. Ja. Ja, deze staat op het plaatje er al in. Maar blijkbaar hier zit hij er al in. Even kijken. Normaal moet hij zo, maar oh ja, dit wordt zo. Beide dingetjes boven. Beide rode dingetjes boven. Dit moet andersom. Ik weet niet wie dit zo heeft bedacht. Nee. Het zou wel goed zitten. Nee, blijkbaar niet. Want kijk, hij zegt op de instructie dat het zo moet. Oké, logisch. Maar dan? Ja. Wil je erop doen? Kijk, ja, dan zegt hij dat dit ding daar. Ja, vanaf als jij natuurlijk aan touwen loopt. Als jij meeneemt aan touw. Ja, als touw. Het is kapot hoor, deze tank. Nou, oké. Okay. Oké. Dan heb ik hier een. Een ander, dat is de achterkant. Zo. En dan kun je daar een. Ja, bloemetjes op doen. Oké, bloemetjes. Het is een bloemetjespony. Ja, die ander is dat. Nou jongens, dat wordt wat. Deze, die andere is met sterretjes en zo. Oké. Okay. En dan kan je die bloemetjes, als je ze over hebt. Ja. Kijk. Kijk, nou, even je laten zien. Kijk, dit is het verhaal. Ik voel dat ik iets mis. Zo, kijk. Volgens mij zit hij zo. Kijk, dit moet hier echt vlak achter zitten. Zo. Oké. Ik heb hem dus nu echt helemaal versierd. Nou, ik heb hem natuurlijk nog niet helemaal versierd. Want ik heb hier nog bloemetjes. Die ga ik ook even opdoen. Kijk, dat is niet vallen. Nee, wacht. Even dit zo aan die kant leggen. Dat is handiger. Dan heb je een beetje een werkplek. Daar zitten de paarden. Ja. Doen we die even daar, die af zijn. Zijn ze een beetje even groot? Nee. Even kijken. Dat zijn Shetlanders. Oh ja, dat zijn Shetlanders. Nou, dat is wel leuk. Je kan, dat zijn Shetlanders. Je hebt nu alle maten. Ik heb een beetje. Geen Shetlander. Ik vind het echt een leuke Shetlander. Deze lijkt op wervelwind. Ja. Kijk, ik vind deze echt op wervelwind. Kijk, als je nog niet weet hoe wervelwind is, moet je even mijn oude pony video's kijken. Ja. Dat ik op de pony's ging en toen heb ik eens een keer wervelwind gereden. En die poppetjes, zijn die poppetjes nu zo groot? Ja, dat denk ik wel. Of zijn deze net iets groter? Nee, deze is net iets groter. Net iets of hetzelfde? Nee, hetzelfde. Ja, maar dit vind ik wel een mooiere cap dan die. Ja. Op zich. Oké. Okay. Hier doe ik even de bloemetjes in. Dus die moet ik alvast even openmaken. En alvast paard pakken natuurlijk. Want daar ga ik natuurlijk ook wel bloemetjes op doen. Ik heb nu een hele verzameling. Daar ben ik wel blij mee. Want ik heb er maar twee. Okay. Je denkt dat in die springdoos die ik toen had gekregen. Dat er daar heel veel in zaten. Maar er zaten echt maar een paar in. Eentje of zelfs maar. Oké. Okay. Nou, dat is niet veel. Nee, dat was dus echt niet veel. En hier heb ik twee hele mooie erbij. En die. Andere zijn blauw en dit is echt wel die kleur die echt een springbok heeft. Ik doe daar een bloemetje, dan doe ik hier. Even kijken. Nou, ze hebben zoals even drie kijken, verschillende soorten, zoals je het ziet. En dat kan je niet met de B-mobiel die ik nu heb. Zo, het is wel erg kort. Ja, een strakke teugel. Ja, dit is echt een strakke teugel. Halleluja, hier zou je toch moeten zitten, kunnen zitten? Ik kan het precies alleen maar bij dat andere paard. Nee, je kan natuurlijk alleen maar hiermee lopen, denk ik misschien. Ja, want je hebt dus nog een versie. Ik dacht dat dat bij deze ook kon dus. Want je hebt dus hierboven nog een versie waar je wel op kan rijden. Kijk, deze, die, daar kan je dus wel op rijden. Maar deze niet, kijk. Ja, daarvoor had ik misschien die teugel. Nou goed, en je hebt die andere nog. Ja, dan heb ik die andere nog. Dan doe je bloemetjes en een bakje. Bakje doen zo. Klik. Leuk. Nou. Die gaat niet meer open. Het, Zo, dit even bij deze hoek neerleggen, want anders ga je het door de bar halen. Oké. Okay. Even weg. Pulletjes weg. Hup het daar. Ik ben wel erg blij met deze. Dit leuk hè? Lief hè van Marco. Ja, daar ben ik echt blij mee. En Evelien. Ja, tuurlijk. Ik ben er wel erg blij mee. Zo. Deze ook even openknippen. En dus komen we natuurlijk met deze even weer andere. Deze heeft weer sterretjes, zag ik. Oeh, mooi zwart paard. Kijk. Gewoon mooi, ja. Oké. Echt zo'n mooie. Ja, ik zie het helemaal. Ook hele mooie
dingetjes. Dingetjes? Ja, van die dingetjes die je opdoet. En dat laat ik zo meteen wel zien. Even deze. Openmaken. Daar is mijn schaar. Zo. Hele mooie kreugel. Oh, zo zitten. Deze even. Kijk, hier heb je er weer die ene. Maar dit zit een beetje raar, dus die haal ik er even uit. Dat hebben ze denk ik alleen maar voor bescherming van dit rubberige dingetje gedaan. Dan heb je weer die cap. Dit is een wat mooier op zich. De kleur heb ik een beetje. Wat moet je met... Even wachten, rust, informatie. Oh. Hallo allemaal. Hallo, ik ben een Playmobil kindje. Waar is de uitdaging? Ja, ja. Wauw. Oké, oké, dat is wel duidelijk. Echt een hele simpele gebruiksaanwijzing, echt in deze dingen. Even kijken, daar hier schoonstel, even kijken. Hoe zit die dan weer dan? Hetzelfde, even trekken, ja. Dus kan die neus er niet in. Die meneer had er zin in om niet met zijn auto te rijden. Even naar voren duwen, ja, zo. Zo, hoppakee. Leuk, hè? Ja. Ik vind het echt wel verrassend dat ze dit hebben gemaakt. Ja, dat kan je ook vasthouden. Ja, dat is wel handig stukje. Hoor. Want als ik heel vaak met die Playmobil ga spelen, dan zit ik echt bijna echt super lang voordat ik het helemaal in elkaar heb. Deze moet hier. Oké. Daar heb ik geen keus in, volgens mij. Ik heb er nog één. Die doe ik dan even mooi daar zo. Deze zijn best wel zwak, dus die... Eeuw. Dit is beter. Oké. Nou, ik vind het nog niet super mooi, maar dat ga ik straks wel helemaal fixen. Nou, ik heb hier natuurlijk nog het versiering. Dus ga ik er ook even een maandje gaan naar beneden, anders knip ik in je. En daar heb ik niet zoveel zin in. Zo, en deze ook even leeggooien. Oké, ja, alles is eruit. Ik heb hier een sterretje. Een sterretje, ik zie een rosette en ik zie andere bloemetjes en mooie dingen. Echt een heel klein sterretje. Die ga ik even zo opdoen. Beetje zo'nzelfde soort pony als die andere, hè? Met versieringen. Ja, alleen dit zijn weer andere soort versieringen. Ja. Wow. Een maantje er ook op doen. Zo, kom hier terugkomen. Nou, kortom, je bent lekker hier, bezig. Maar ja. Daar ben ik wel blij mee bij deze, want hier hebben ze er 4. Bij die andere hadden ze er 3. Waardoor je aan de voorkant kon je minder... Hier heb je ook 4. Ja, maar 3 verschillende. Oh, zo. En hier heb je 4 verschillende. Kijk, ik heb nu 4 andere dingen. Dit is een sterretje. Dit is een maan. Dit is een zo'n rosetje, ik weet niet hoe je dat noemt. En dit is een strikje. En dat, bij die andere had je alleen vlindertje, een geel vlindertje en een blauw vlindertje en een voetstapje of zoiets. Ja, ja. Zo. Deze vind ik... Nee, deze. Nou ja, je begrijpt alles voor de paardensport natuurlijk. Ja, deze moet even in ruil voor een grotere dish. Nou goed, jij bent even lekker aan het spelen. Zo. Ja. Kijk. Komt helemaal goed. Marco, bedankt. Yes, heel erg bedankt. Heel lief van je, jongen. Ja, ik denk dat ik nu even die andere springset even gewoon hier op de grond neerzet. Ja, dat je even lekker Ja, want hier, want dit kan je zo op elkaar zetten. En dat is wel gaaf. Oeh, je kan het ook nog zo doen. Maar dan moet je er nog... Nou, dan ga ik even met de computer verder boven. Yes, goed. Zo, wat is dat dan? Nou, dit is een machine dat ik best wel gevoelig ben voor muggen en zo. Ja? Dit ding, daar zit stroom of zoiets in. Daar kan een mug dus niet tegen. Dan valt hij in dit bakkie. Ja. En dan heb ik hopelijk geen muggenbult, want hier zit licht in. Hebben we al getest. Zit er wat in? Er zit niks in. Ik zal even kijken. Hij is nog helemaal leeg. Oh ja. Dus wij weten niet of het werkt. Nee, maar hij staat er ook pas sinds gisteren. Oh, oké. Nou ja, goed. Dus... Je hebt nog geen muggenbulten gehad, ze nog een nieuwe. Niets dat ik voel, dus... Oké, okay, nou goed. Hey, het is weer avond. Yes. We hebben vandaag weer van alles gedaan. We zijn bejaard geweest. Yes. Dat zal een apart vlogje zijn geworden dan. Ja, denk het ook. En verder hebben we natuurlijk nog... wat hebben we meegedaan? Zet een nieuw beeld. Oh ja,
Jawel, ik sta niet in beeld. Oh, ik sta niet in beeld. Oh, we hebben de Playmobil uitgepakt. Yes. En we hebben van alles. Nou ja, goed jongens, we hebben weer van alles. Ik als ik gewoon even snel. We hebben van alles gedaan weer. Yes. We gaan elkaar morgen weer zien. Yes. Yes, tot morgen. Doei, doei. Doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!